Zaterdag 11 mei was onder andere Molen De Hoop in Veen geopend in het kader van de Nationale Molendag. Veel bezoekers maakten van de gelegenheid gebruik om de molen te bezoeken. Is Molen De Hoop dan ook de mooiste in Altena? Ja, dat zegt elke molenaar van zijn eigen molen natuurlijk. Hè? Dus ik vind van wel. De eigenaar is de molenstichting Land van Heus en Altena, die eigenlijk ook nog 8 andere molens in ons mooie Altena bezit. En probeert te onderhouden en draaiend houdt. En ja, daar zijn we heel trots op met z'n allen. En is er dan nog een bepaalde rol als een soort hoofdmolenaar of zo dat jij bent? Nee, zo is het absoluut niet geregeld. We doen het allemaal met z'n allen, gewoon lekker samen. Kijk, de een die heeft zijn eigen taak en de ander heeft een andere taak. En zo proberen we dat met z'n allen zo leuk mogelijk in te vullen. Nou is vandaag het molendag, maar volgens mij ben jij altijd open. Althans, ik zag hier een mooi bordje hangen. Als hij draait, is hij open. Ja, dat is iets van de spreekwoordelijke klap van de molen. En als je dan ook nog naast de molen mag wonen, dan, ja, dan draait hij gewoon erg veel. Dat is eigenlijk een feit, dat klopt. Nou, hoe vaak ben je hier te vinden? 6 dagen in de week. Moet je er dan ook helemaal bij blijven? Ja, het is wel belangrijk dat er iemand op let hoe het weer is en of de wind niet verandert. Dus ik ben altijd in de buurt als die draait. En als ik hier niet in Veen op de molen ben, dan ben ik in Wijk en Aalburg op de molen aan het malen. Want daar malen we natuurlijk ook nog meel voor de bakkerij in het dorp. Die is trouwens vandaag uiteraard op Molendag ook open en in actie. Dus ga vooral ook even daar kijken, zou ik zeggen. Ja, je kan een rondje door Altena maken en alle molens gaan bezoeken natuurlijk. Ja, er staan er genoeg. Van het uiterste westen in Hank en in Werkendam tot Uppel, Almkerk, Meeuwen, Dussen, Wijk en Aalburg, noem maar op. Er was veel te zien in en rondom de molen. Wat konden de bezoekers verwachten? Nou, ze kunnen uiteraard onze prachtige molen komen bezichtigen. Zometeen gaan we nog een paar zakken meel draaien, dus dat is ook altijd leuk om te zien. En vanmiddag hebben we natuurlijk een happening hierachter in de molentuin. Dan komt Jeugd van Varen Altena, die komt hier 2 keer optreden. Hartstikke mooi weer, we hebben een zonnetje erbij. Ze komen een heel mooi muziekstuk spelen wat gecomponeerd is ter ere van de samenvoeging van 1 Altena. Een van de elementen in het muziekstuk is wind, geïnspireerd door de Veense molen.